Hier in Portugal ben ik in de bekende wijnstreek Cova da Beira. Ik ga er wijn halen en er gepocheerde peer met wijn, beenam en selderijgratins mee maken. A diferença amplitude térmica entre o verão e o inverno torna os vinhos muito mais interessantes a nível de concentração. Rode wijn uit Fonda als basis voor gepocheerde peertjes. You like it? Wow. Die beenammetjes die komen met een verrassende rub van kruiden. Ik serveer ze met aardappelgratin met tijm en rozemarijn. Lekker makkelijk. Ik ga ze straks pimpen met knolselderij en kaas. Kijk eens. Lekker. Het recept van de gepocheerde peer met selderijgratins vind je op avico.nl.